Hey, bleekscheep, ik maak je in. Hey, nerd. Zo. Kapioen met je doelpunten. Kijk hem lekker achter dat balletje aanrennen. Wat een debiele zijn we toch. Ja, ik bedoel, dit is toch echt niet normaal. Ik kan dit toch nooit serieus nemen. Dit is een flauwekul. Hey, ik heb een idee. Nou. Laten we fake nieuws gaan kijken. Oh, fake nieuws. Fake nieuws. Altijd leuk. Oh, hey, AD man. AD? Ja, dat is zo'n oude krant. Het Algemeen Dagblad? Ja, dat is een krant waar echt alleen maar 40-plussers op zitten. Nou, dat blijkt wel. Hé, hey, een artikel. Oh. Sjoerd. Elke club zijn eigen computernerd. Wat een rare naam, Sjoerd. Dat zou wel een Fries zijn. Oké, even serieus. Normaal gezien maken wij dit soort video's niet. Althans niet waarin we fake nieuws gaan voorlezen. Maar er is dus een column in het AD geschreven door Sjoerd Moussau, sorry als ik je naam verkeerd uitspreek. En dit is een column waardoor mijn bloed ging koken. Omdat het weer zo'n typische computergames zijn nieuw soort van. Bestaat al sinds 1977, maakt verder niet uit. Maar het is weer zo'n typische, laten we lekker iets wat nieuw is, compleet afzeiken. Op de meest kinderachtige kleutermanier die er maar is. Ja, weet je, dit nieuws zorgt ervoor dat jongeren niet je krant meer gaan lezen. Het is echt complete onzin. Het is weer van, oh, laten we vooral tegen alles wat heilig is, laten we daar lekker tegenaan gaan trappen. Hier bereik je gewoon niks mee. Het hele artikel, wat te lezen is op ad.nl, je bereikt er helemaal niks mee. Nee, en tuurlijk, iedereen mag zijn mening hebben. Ik bedoel, we leven in een vrij land. Een column is nou eenmaal natuurlijk om een mening te ventileren. Maar waarom geven oude media, en dan spreek ik de televisie aan, ik spreek de radio aan, maar voornamelijk de kranten. Waarom hebben alle columnisten altijd de neiging om iets gewoon compleet onbeargumenteerd of met valse feiten, om dat af te zeiken? Vooral als het over gaming gaat. Ja. Want gaming, dat zijn van die stinkende nerds die zichzelf niet wassen, die alleen maar dag in dag uit met een uitkering achter hun computerspelletje spelen. Ja, waar gaat het over? Afgelopen week is er veel bekendgemaakt over een E-divisie. Dat is een e-sport toernooi die gesteund wordt door de Eredivisie, het echte voetbal. Dus clubs zoals Ajax doet er aan mee, Feyenoord doet er aan mee. Ik vind dat heel cool. Dat eindelijk? Ja, dat er eindelijk een keer een officieel toernooi komt die ondersteund wordt door clubs van real life. Dus Feyenoord heeft een e-sport speler, Ajax heeft een e-sport speler, et cetera, et cetera, et cetera. En er komt dus een toernooi voor, begin februari gaat het beginnen. En daar gaat deze column dus over. Dus ik denk dat het best is als we even gewoon door de column heen gaan. Ja, we gaan er helemaal doorheen, ja. Feyenoord heeft gisteren een zogenoemde e-sporter gecontracteerd. Voor de seniele bejaarden onder ons, dat is een jongen die heel goed voetbalcomputerspelletjes kan spelen. In dit geval het spel FIFA 17. Ja, Jim, weet je wat voetballers zijn? Dat zijn van die debielen die voor hun plezier achter een balletje aanrennen en dan in een vierkant doeletje een bal in moeten trappen, wat dan tegengehouden wordt door een keeper. Daarachter staat ook zoiets als Atari Soccer 97 of Kick-Off 2 voor op de Commodore, maar dan anders. Je bedoelt modern. En dit is al waar deze column eigenlijk al meteen als een kaarthuis instort. Want er staat, e-sporter, dat is een jongen, meiden kunnen ook meedoen trouwens, die heel goed voetbalcomputerspelletjes kan spelen. En dat is dus al niet waar. Deze vent heeft gewoon niet eens de moeite genomen om de term e-sporter te googlen. Want er zijn weet ik hoeveel e-sports. FIFA, Call of Duty, Counter-Strike, League of Legends, Heroes of the Storm, StarCraft, Gears of War. Eigenlijk elk spel Overwatch. Maar deze man zit zo in elkaar. De enige sport die bestaat, dat is voetbal. Want korfbal hoort daar waarschijnlijk niet bij. Nee. Volleybal niet. Mannenhockey, dat bestaat ook niet. Dat zijn allemaal geen sporten. Dat is tijdverdrijf. Dus daar heb ik al zoiets van, gast. Je gaat, meteen is de toon al super negatief. En meteen is het van, oh ja, ik denk dat het dit is, dus dat zet ik neer als feit. Zonder te googlen. Ik weet, het is een column, het is een meningding, maar zet dan ook wel iets waarvan je beweert dat iets is. Check dat even. De jongen heet Quentin, een naam die tot het midden van de jaren 90 nog niet bestond. Hé, hey, ken je die regisseur? Quentin Tarantino, oh, 1963. Ja. Quentin, dat is een naam die al sinds het oude Rome bestond. Dat was een naam die gekoppeld werd. Wikipedia, hè? Wij checken onze feiten. Wikipedia. Het is heel moeilijk voor en dat voor betekent de vijfde. Het werd gewoon, hè, we gaan hem geen Brutus noemen, we gaan hem geen Nero noemen. Nee, we noemen hem gewoon, het is de vijfde. Ja. Quentin.
Dus u kunt wel raden hoe oud hij ongeveer is. 18. Nou, Quentin Tarantino is een stuk ouder. Eerder legde bijvoorbeeld Ajax, Roda JC en Go Ahead Eagles ook al zo'n e-sporter vast. Dus we mogen hier spreken van een serieuze tendens. Ja, je hebt kennelijk ook niet het AD gelezen. Want volgens mij stond ook op het AD een artikel over de e-divisie. En wat dat inhoudt en wat dat betekent. Elke club wil tegenwoordig zijn eigen bleke computernerd. Compleet met een contractondertekening en een gelikte presentatie. En dit is waar mijn... Dit is de zin waar mijn bloed al meteen ging koken. Ja. Waarom is het nodig om dit soort woorden te gebruiken? Ik weet het, ik ben een slecht voorbeeld, want ik ben heel bleek. Maar dat betekent niet dat iedereen die computergames speelt, of videogames, dat die is zoals ik. Ja, maar dit is wat die jongen probeert. Die man die probeert je boos te maken. Het is je reinste flauwekul natuurlijk en suf kopieergedrag bovendien. Maar je schijnt er goed geld mee te kunnen verdienen. Nou, ook en met deze, het schrijven van deze kolom, dus dat is ook je reinste bullshit. Maar waarom is e-sports suf kopieergedrag? Ja, ik snap het niet. Iemand die heel goed kan gamen, dat kan ik natuurlijk ook makkelijk doen. Oh ja, die fiets. Ja, ja. Het is heel makkelijk, heel makkelijk. Het is natuurlijk alleen maar dit. Het is even klikken op knoppies. Ja. Het is klikken op knoppies. Nou, het is gewoon onzin, zeg maar, dat computergaming, er begint nu eindelijk een andere trend te ontstaan in het, in het landschap wat we kennen. Serieus, over een 20 jaar is computergaming op de Olympische Spelen meer dan geaccepteerd. Nou ja, niet zozeer op de... Ik denk zelf, ben ik van een e-Olympics, ja. Ja, ik bedoel, schaken accepteren we ook. Er wordt ook vastgelegd. Darten! Ik bedoel, als je er kritisch... Als je gewoon kijkt naar wat je ziet op televisie bij het WK darts, wat zie je dan? Je ziet dikke mensen in een kroegsetting pijltjes gooien. Ja, zo stereotype, hè? Stereotype. Ja, en ik bedoel, dat is als je er heel cynisch en heel kritisch naar kijkt. Ik zelf haal er ook plezier uit te darten. Ik vind het af en toe wel geinig om te zien. Kan ik een hele wedstrijd kijken? Nee. Maar waarom wordt dat dan wel algemeen geaccepteerd? En iemand die, zeg maar, snel moet reageren, eigenlijk een soort van hyperschaken af en toe, in sommige games. Die man, die kan niet eens fatsoenlijk gamen. Die wordt compleet ingemaakt als die naast Quinten zit. Compleet! Ja! Compleet! Hij kan niet tegen zijn verlies. Ja. En als klap op de vuurpijl bereik je de jeugd. Ik ga even door met de column. Op sociale media opent het volgens e-marketeers geheel nieuwe werelden. Wat ook zo is. Een voetbalclub zonder fatsoenlijke PlayStation puber. Je hebt net gezegd dat Quinten 18 is. Volgens mij maakt hem dat officieel geen puber meer. Maar goed, daar komt het ongeveer op neer. Ten dode opgeschreven. Waar is dat gezegd, dat als een voetbalclub geen e-sporter heeft, dat die ten dode is opgeschreven? Onzin. Waar heb je dat gelezen? Het is niet alsof e-sport, alsof FIFA, want we hebben het hier over FIFA. We spelen allebei geen FIFA, we vinden het een kutspel. Maar hey, alsof een club geen computer, alsof we dan daarna niet meer voor onze lol achter een balletje aan gaan rennen. Dat gaat niet vervangen worden. Het is iets voor erbij. Het is iets niet wat vervangen gaat worden. Exact. Als zometeen stel je zou tickets gaan verkopen voor de Feyenoord e-sporter tegen de Ajax e-sporter, dan ga je echt de Kuip daar niet mee vullen. Bij het real life voetbal wel. En als logisch, en dat vind ik ook niet erg. Ik heb ook niet zoiets van, nou laten we meteen een stadion vullen. Nee, het is een heel niche interesse waar je het eigenlijk over hebt. En ik vind dat niet erg. Ik kijk zelf ook geen FIFA e-sport. Ik vind er geen bal aan. We kijken ook geen voetbal dus. Nou ja, ik kijk naar WK, EK. Ja, dat is voor mij voetbal. Okay, nou, ik maar vind Feyenoord, dat Ajax, Sparta. Maar betekent dat dan dat ik dan meteen iedereen moet gaan afzeiken die wat met voetbal te maken heeft? Alle corrupte mannen, alle wielrenners zijn dopingverslaafd. Nee, dat is niet waar. Weet je wel, het vereist een prestatie. Het vereist iets leuks. En ik vind wielrennen, om even dat voorbeeld door te pakken. Ik vind het fucking saai om naar te kijken. Maar ga ik dan iedereen die de Tour de France kijkt uitschelden voor een of andere... Ja, maar dat zijn de seniele bejaarden die dat kijken. Oh ja, ja, dat is waar. Ja. En die doelgroep die is untouchable natuurlijk. Zelf ben ik ook e-sporter tegenwoordig. En erg matige. Mijn e-zoon van 8 wint meestal. Al zou het een rol kunnen spelen dat ik graag met Leyton Orient of Autumn Athletic speel. En hij met FC Barcelona. En dit is wederom waar deze gast gewoon compleet geen idee heeft waar hij over praat. Als ik hiernaast op het voetbalveldje ga voetballen, kan je mij technisch een voetballer noemen. Want ik beoefen dan de sport. Maar profvoetballer? Nee. Iemand die gamet is een gamer. Ja, ook jij die waarschijnlijk wel eens Candy Crush op je telefoon hebt gespeeld. Op dat moment ben je een gamer, want je speelt een spel in digitale vorm.
Of als jij een van die miljoenen Nederlanders bent geweest die ook Pokémon Go heeft gedownload. Exact. Gamer. Je bent een nerd. Je bent een nerd. Scheet. Maar e-sporter is dus iemand die inderdaad zo'n contract heeft, die in toernooien speelt en weet ik het wat allemaal. Ik durf mezelf geen e-sporter te noemen, hoor. Absoluut niet. Ik durf mezelf geen e-sporter te noemen. Ik ben goed in sommige games, denk ik, maar niet dat ik een contract aangeboden krijg van hé. Hey. En zo gaat dat ook met sport. Daarom heet het ook e-sport. Dus wat die gast ook hier zegt is gewoon niet waar. Samen lachen we altijd hard om Evert ten Apel en Yuri Milder die de meest debiele computerzinnetjes uitkramen tijdens het spelen. Goedemiddag, mijn naam is Evert. Nou, hij loopt hier eigenlijk het commentaar van de FIFA game af te zeiken. Wat ik grappig vind, want dat commentaar, het Nederlands commentaar is ook slecht. Die zinnetjes zijn 15 jaar geleden opgenomen of zo. En ze hebben er inderdaad maar 5 in zitten. Whatever, weet je wel, dat is eerlijke kritiek. Maar dat heeft niks met... Dat heeft helemaal niks met kritiek op de e-sport te maken. Exact. Dat heeft te maken met de game. Het is niet alsof FIFA automatisch e-sport is. Nee, je beledigt hier e-sport. En dit gaat over de game. Totaal iets anders. Ik stel me altijd voor hoe Evert en Yuri wekenlang in een bedompte, donkere kelderstudio hebben gezeten. Oeverloos feitjes, commentaarclichés en namen opdreunend. De ene keer semi-serieus, dan weer quasi-enthousiast, maar in minimaal de helft van alle zinnetjes herken je een lacherig soort verveling. Zeker bij Mulder. Je ruikt de scheidlolligheid. Nogmaals, dit is gewoon slechte regie van de stemmetjes. Er is gewoon heel veel geld gesmeten naar die gasten voor hele slechte zinnetjes. Dat is oprechte kritiek op de game. Juist bij al dat e-sport gedoe van de laatste tijd... E-sport bestaat gedoe. Al... E-sport gedoe. Ja. Ontbreekt dat totaal, valt me op. De scheidlolligheid, I guess... Ja. In plaats van te grinniken om de vrolijke niksigheid van een voetbalcomputerspelletje of om de e-versie van Evert ten Apel, regeert de ernst. Dat valt allemaal wel reuze mee. Ja, maar hey, als je nou zeg maar in dat voetbal, hè? Ja. Zijn ze dan allemaal, staan ze dan te lachen? Ah, kijk, ik ben aan het rennen over het veld. Ah. Ook bij voetbalwedstrijden heb je toch scheidlolligheid? Ja. Of ben ik ja, maar gek? Ook daar heerst ook de ernst. Absoluut, ja. Wanneer hooligans bushokjes gaan slopen. Ja, ja. Ja, nee, maar of, dat... Of heel Rome platbranden. Ik bedoel, er is wel scheidlolligheid, maar je hebt er helemaal geen verstand van. Dus waarom nee, maar kan je wel of niet zien of dat ontbreekt maar, of niet? Het enige wat deze man ziet, is op het moment dat ze aan het presteren zijn. Maar dan moet er gewoon gepresteerd worden. Ja. Dan is er geen tijd voor scheidlolligheid. Dat betekent niet dat het eventjes, wanneer ze zich aan het omkleden zijn, een e-sport shirt of in de voorbereiding zitten, dat daar geen tijd voor grappen of rollen is. Hij verdedigt zijn standpunt door te zeggen dat flashy promotiefilmpje over Quinten en Feyenoord alleen al. Nergens een klein grapje. Is dat ook zo bij een promotiefilmpje van de klassieker, Feyenoord, Ajax, de Kuip, blablabla. Goden zijn het, goden tegen goden. Daarnaast, het is een promotiefilmpje. Waar de fuck maak je je druk over? Dat zeggen waarschijnlijk heel veel mensen ook over deze video. Dat kinderen meer buiten zouden moeten voetballen in plaats van urenlang achter een computerschermpje te zitten. Het is allemaal waar natuurlijk, maar dat is me nog tot daaraan toe. De onbenulligheid niet inzien van zoiets als een computerspel. Amper lachen. Dat lijkt me nog het meest zorgwekkend als e-ouder. Hij noemt zichzelf ook een e-ouder. Wat natuurlijk complete onzin is. Dat was de column. En nogmaals, waar ik niet tegen kan, is de ontzettend negatieve toon tegen niet alleen e-sports, maar ook tegen computergames zelf. Ook ik ben de eerste die zou zeggen, ik ben een gamergeek, zo heet ons kanaal. Ik hou ontzettend veel van videogames, maar ook ik hou ervan om buiten te zijn. Weet je wel, het is iedereen over... Nee, maar wat ik niet begrijp in zijn kolom is, waar gaat het over? Deze man schrijft over van alles en nog wat, maar hij maakt zich en druk omdat kinderen niet buiten spelen en hij maakt zich druk omdat de voetbalclubs nu zijn favoriete... balspel aan het fysieke zijn doordat ze digitale balspelletjes nu aan het toevoegen zijn. Maar het gaat overal over. Het gaat over de naam Quinten. Het gaat over dat het... Kijk, nogmaals, het is een column, dus het is een meningding. Ik ben het er niet mee eens, dat mag wel duidelijk zijn. Maar ik zou graag een keer willen zien dat er een positief iets wordt geschreven over een trend zoals e-sports. Wat betekent het nou eigenlijk? Wat zijn de gevolgen? Geen van die dingen worden hier besproken. Het is alleen maar het afzeiken van de E-divisie. Die hier overigens 0 keer wordt genoemd. Het is alsof e-sports ook lekker makkelijk is. Terwijl ik zoiets heb van, yo, als je geld kan verdienen met dit soort
column schrijven. Sign me the fuck up. Echt waar. En ik wil graag oproepen bij deze, lieve kranten van Nederland, neem eens een columnist aan die met een frisse blik hierop kijkt. Die niet in de ouderwetse cynische bubbel zit. Dit verhaal kennen we al. Dat hebben we jaar in jaar uit horen we dit. Of het nou over GTA gaat, of het nou over FIFA gaat. Het maakt niet uit. Het is allemaal gameverslaving. Het is allemaal bleek. We worden er allemaal agressief van. En we schelden allemaal. En we gaan veel meer met wapens schieten nu. Deze column heeft meer agressie bij mij losgewekt dan videogames de afgelopen 3 jaar bij elkaar opgeteld. En zoals je misschien wel een beetje kan zien als we toch lekker stereotypisch bezig zijn. Ik heb er een hoop gespeeld de afgelopen 3 jaar. Lieve mensen, kijk er nou eens een keer met een frisse blik naar. Accepteer dat er nieuwe dingen komen. Dat het misschien dingen zijn die jij niet leuk vindt. Dat kan. Ook ik ben geen fan van alle e-sports. Maar waarom moet nou alles afgezekerd worden? Je raakt anders heel veel mensen kwijt. Je gaat niet mee met je tijd. Je blijft een beetje vastgeroest zitten in je oude stramien. Dat gaat toch nergens over? Dus lieve media, kijk breder. Wees positiever. Krijg je alleen maar meer liefde van.